Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Mijn naam is Liam. En ik ben een heel vrolijk mannetje, want ik heb alweer gegeten. Ja! Yippie! Een hele goede morgen allemaal. Vandaag hebben we ons verslapen. Wij verslapen ons eigenlijk nooit, maar ja, het kan een keer gebeuren. Wij zijn niet laat naar bed gegaan of zo, of wat dan ook. Maar ja, dat kan gewoon een keer gebeuren. Vandaag hebben we ook nog eens een luierdag. Wij gaan nergens heen met die regen. We hebben ook geen afspraken staan. Wij gaan gewoon nergens heen. Dus ja, en een luierdag betekent voor mij ook PH-loos. En maar haar niet gedaan. Dus vandaag zul je de hele dag een punker zien. En ja, dat dus. We gaan gewoon niks doen vandaag. Ja, huishouden, dat gaan we doen. Want dat moet wel door blijven gaan, hè. Anders dan is het hier niet meer bij te houden, hè. Nee, met jullie allemaal. Ja, met jullie allemaal is het anders niet meer bij te houden, hè. Want mama is allemaal wasjes aan het draaien. Ja, allemaal wasjes. Waar ik het nog heel eventjes over wilde hebben, is, kijk, we vinden het allemaal heel lief dat mensen abonneren en zo. En dat ze ons volgen en alles, dat vinden we allemaal heel lief. En dat is ook heel leuk. Maar daar zijn we dit kanaal natuurlijk niet voor begonnen. Wij vragen ook nooit, ja, ik moet ondertussen even Liam in de gaten houden. Maar daar zijn wij dit kanaal ook helemaal niet voor begonnen. Wij zijn dit kanaal begonnen omdat we zelf misten hoe dat het in een gemiddeld gezin gaat die een kindje met een beperking hebben. Dus in dit geval bij ons een kindje met Down. Had ook een kindje met autisme kunnen zijn of wat dan ook. Hoe dat gewoon gaat. En wij zijn toen op zoek gegaan, toen Jordi net geboren was, naar zoiets. En wij vonden het niet. En ja, ik heb daar lang met gedachten gespeeld van, zullen we het zelf dan doen? Uiteindelijk hebben we het dus zelf, zijn we het zelf begonnen. Maar het gaat ons daar echt niet om. Het gaat ons niet om de hoeveelheid abonnees in de toekomst. Of we er geld mee kunnen gaan verdienen. Dat is voor ons niet het doel. Voor ons is het doel, al kunnen wij een gezin laten zien van die in verwachting is met een kindje met Down. Of die niet weet waar ze het zoeken moeten, of dat ze willen weten hoe zoiets gaat in een gezin met een kindje met een beperking. Nou, zo dus. Het is tijd voor Jordi om zijn fruitje te maken. En hij krijgt vandaag appel en kiwi. En wat ik altijd doe is, ik heb altijd een blender hier staan. Zoals jullie zien, een blender. Daar doe ik altijd een beetje water in. Want dat blendt makkelijker. En hij krijgt dus kiwi. En die snij ik dan een stukje er doorheen. Ik heb één partje van de kiwi heb ik gebruikt voor stukjes te snijden. Zodat hij stukjes erin heeft. En de appel, ook van de appel heb ik een partje gebruikt om in stukjes te snijden. Altijd lekker. En dan gaan we dit even blenderen. Wat ik dan altijd doe is, ik pak altijd Brinta. En daar gooi ik altijd gewoon op gevoel wat in. Het voordeel hiervan is wel, als hij te dik is kan ik wat water bij doen. Als hij te dun is kun je nog wat toevoegen. Dus dat is altijd wel makkelijk. Dit gaat in een bakkie. Even een lepel erbij gepakt. Ik vind hem iets te dik voor Jordi's doen. Dus ik doe er een beetje water bij. Ook tevens goed voor zijn vocht natuurlijk. Dan meng ik dit eventjes. Dan heb ik stukjes kiwi en stukjes appel. Die doe ik erin. En
En dan heb ik nog een cookie. Dit is toevallig van dit merk. Ik heb ook wel eens van andere merken. Ik kijk niet meer zo nauw. In het begin deed ik dat wel bij Jordi, maar dat hoeft allemaal niet meer. Die maak ik allemaal in stukjes. Doe ik gewoon in de verpakking, maak ik in stukjes. En dan heb je dit als resultaat. En dat doe ik dan even mengen. En als ik hem dan te dik vind, kan ik er nog altijd wat water bij doen. Dit kan ik wel met elk fruitsoort doen hoor. Dit is niet per se van dit moet je bij appel of... Nee, dat doe ik eigenlijk bij vrijwel alle soorten fruit. Ook bij diepvriesfruit doe ik het op deze manier. Dan laat je hem gewoon goed ontdooien en dan kun je het ook gewoon in stukjes snijden. Of prakken. En dan heb je dit als resultaat. Dat ga ik even aan Jordi geven. Stil blijven. Hey. Stil. Jordi ligt in bed, maar hij wil nog niet slapen. Liam ligt al wel lekker te slapen. Maar ik ga gewoon nou eventjes lekker eten. En dan kijk je eventjes wat Jordi doet. Het is zo. Dus. Maar ik ga even lekker eten. Ik heb lekker tonijnsalade en eiersalade voor mezelf gemaakt. En wat over is voor Niels vanmorgen op het werk. Hier is weer iemand wakker. En je hebt het flesje al gehad. Een lekker stuk van mama. Ben je lekker aan het spelen? Ja, je lekker spelen, hè? Ja. Ze ruiken nog steeds naar Zwitser. Jordi slaapt nog. En ik ben ondertussen wat dingetjes aan het doen. Waaronder met deze knappe vent. Lekker aan het spelen. Nou, daar ga ik eventjes mee doen. Het is zover. Het is zover. Jordi is wakker. Ja, Jordi is wakker, hè? Ga je mee uit bed? Gaan we drinken. Laat het je doen en drinken. Ja? Nou, dat gaan we dus doen. Ja, kom. Gaan we gauw. Papa's thuis! En die heb ik gelijk met twee kinderen opgezadeld. Mooi, maakt niet uit. Liam heeft zoveel te vertellen, hè? Ja. En Jordi is lekker aan het eten. Wij eten dit ook. Dit is kip Siam. Maar wij eten iets later, zodat Jordi even rust heeft om te eten. En papa ook even Jordi rust. Jordi heeft zijn bord al zo goed als op. Ja, krijg nog een toetje. En wij gaan daar zo ook eten. Dus ik ga eventjes verder met eten warm maken. En dan, dan kunnen we lekker smullen. De kindjes slapen eindelijk. Of ja, eindelijk. Ze slapen. Ik ben ondertussen nog eventjes bezig met de keuken afdoen. Want ik moest nog heel eventjes van huis afdoen en aanrecht en zo. En ik ben nog eventjes wat spulletjes aan het klaarzetten voor Jordi en Liam morgen. Want morgenochtend heeft Jordi weer fysiotherapie. Niels die is sporter. Die kon niet wachten om te gaan. Die had gereserveerd.
Dus die is nu sporten. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Ik ga heel eventjes de spulletjes hier afmaken. En dan ga ik daar even lekker douchen en naar bed toe. Joefie is nog heel eventjes wat rijst aan het eten. We hadden nog wat rijst over en daar krijgt Joef dan een beetje. Niet heel veel, een beetje. Dus ja. Dus ik ga heel eventjes hier de boel afmaken en dan douchen naar bed. Een hele goede morgen. Wij gaan nu naar Fysio. Ik ga daar Jordi afzetten. Ja. Gaan Liam en ik eventjes naar de winkel. En dan doe jij heel hard werken. Ja. Ja, we gaan lopen. Jordi ligt op bed. Liam ligt te slapen. En ik ga heel even eten. En eventjes op de bank zitten. Het was even druk. Ik kwam thuis. Jordi fruit. Liam fles. Jordi boterham. Liam moe. Liam nu slapen. En Jordi ligt nu in bed. Dus ja. Maar in ieder geval, ik ga heel even eten. En in de volgende swipe zien jullie weer een kindje wakker. Welke er is? I don't know. Jordi en Liam hebben bezoek gekregen. Oma en opa. Hallo. En hij is lekker met oma aan het spelen. En Liam zit daar bij mijn vader. Maar papa die zit weer heel erg op zijn ananas. Opa zit op zijn ananas, hè, Liam. En ik ben eten aan het maken. Tussendoor. We eten kip tandoori met salade. Ik weet niet, hebben jullie dat ooit gehad, kip tandoori? Nee. Papa? Nee, ik weet niet. Nee, ik weet wel wat het is. Ze hebben het nog nooit gehad, dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Mijn ouders zijn inmiddels weer naar huis. En nou is tante Bianca. Die heeft Liam even ontvoerd. Ja. Die moest heel eventjes kroelen met Liam. Ja. Weet ja, oma Manuel doet het niet. Dus dan komt tante Bianca. Ja. Dat was papa even. Die liet een zeetje. Ja, die was om te gieren. Hè? Een echte gierton. Ja. En Niels zit op zijn ananas. Abacaxi. En wat? Abacaxi. Wie? Dat is Portugees voor ananas. Oh, wat? Abacaxi. Abacaxi. Niels zit op zijn abacaxi. Ja. Bezoek is weer weg. En wij gaan zo lekker naar bedje toe. Lekker vroeg ons nest in. Joef is er ook bij. En wij gaan deze ups en downs ook afsluiten. Joef. We hebben een gekke hond. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende keer.